Welkom allemaal bij de nieuwe Wereld Draait Door Show van Peter en Pam. Weet je wat ik kan? Hoe? Ik ben weg. Oh. En toen was ik er weer. Oh, je stond gewoon achter mij. Oké. We gaan het nieuws en wij gaan overal naar dezelfde plaatsen toe. Daar gaan we. We beginnen de Noordpool! Wij hebben daarnet zelf een iglo gemaakt. Dat is echt super cool. En kijk, ik kan er zelf op staan. Oh, eigenlijk niet. Ja, hier, kijk, ik kan erop staan. Dit is zo super cool hier, echt. En ik kan ook op jou staan. Wow! Oh, nee, dat is leuk. Het is super koud. Laten we maar doorgaan naar de savanne. Yeah. Oh, stop toch, dit heeft geen nut. Zullen we gaan rennen? Ja. Je wordt lekker warm hiervan. Maar je kunt afkoelen in de afkoelhuisjes. En daarachter staat een mooie swings waar je uitzicht op hebt. Maar ja, het is natuurlijk zo donker dat je niks ziet. Oh, hier. Oké, we gaan weer op met rennen. Oh, de rivier. Rivier de Lijn. Zo, oh, lekker. Rivier de Lijn. En weet je hoe het eruit ziet in de Rivier de Lijn? Nou, zo dus. Dit is de Rivier de Lijn. Oh, het is hier nog steeds zo warm. En dit is de beroemde zeeanemoon. Anemoontje, we noemen ze zo. Ja. Want het is een meisje. Ze groeit helemaal naar het heelal over 15.000 dagen om precies te zijn. Zit ze op Mercurius. Gaat ze zo door naar de zon waar ze verbrandt. En zo gaat ze, ontploft heel de wereld. Maar dat duurt nog 15.000 jaar. We zullen dus laten zien hoe waar ze gaan groeien. Waar zijn we dan? In de ruimte. Hier zie je Mercurius. Eigenlijk is het Jupiter, maar ja. Hier. Oh, sorry. Neem maar. Oh yeah. Dit is echt super leuk hier. Maar ja, we moeten helaas weer door. Naar onze stad. En dit is mijn huis. Mijn gele huis. En ik woon hier. In dit bruine huis. En in het groene huis woont mijn oma. Ja, we kunnen allebei achteruit lopen. Echt zo vet. Ja, vooruit lopen is nog leuker. En er zijn gele strepen, omdat ze hier heel veel van geel houden. Ja, daarom woon ik in een geel huis. En de lantaarnpaal. Ik hou van bruin. Oh, bruin. Ja, hier zie je bruin. En zie je? We zien het. Maar de lantaarnpalen zijn heel erg bijzonder. Ik kreeg even een spastische aanval, sorry. De lantaarnpalen zijn hier heel erg bijzonder, want ze hebben maar twee lichtjes. En in Engeland is dat niet zo. Wist je dat in Engeland de lantaarnpalen drie lichten hebben? En je kan ook... Ik heb ook drie lichten. Maar dat was best faal. En je kan hier ook door elkaar heen lopen. De huizen zijn hier nog wel oud. En je ook in elkaar zitten? Nee, dat kan niet. Ha, lol. Ha. Oké, daar gaan we. Weer terug naar de studio. Maar voordat we naar de studio gaan, wil ik jullie nog even wat laten zien op het boerenbedrijf. Want weet je wat daar gebeurt? Daar zit een politieauto. De politieauto is mooi. Maar ik ga even iets anders halen. Ik ben zo terug. Ik heb een paard gehaald en we gaan nu een wedstrijdje doen omdat we het zo leuk vinden hier. Gaan we in de auto zitten. 3, 2, 1. Oh ja, daar gaan we hoor. Ik win. Ik ga deze winnen. Stop. Ik zag daar iets heel erg leuks. Oh, we komen er zo. Oh, hier. Oh, wow. Wat is dit? Ik moet heel even een paard af, hoor. Wat is dit? Wat is dit? Ik wil op een paard. Geef hier. Wow. Wat is er? Helemaal niks. Ik zie gewoon die boom. Die moet ik omkappen. Oh, die boom. Mag ik die opeten? Ja, is goed. Terug naar de studio. Aha, daar zijn we weer. En we hebben en die paarden en die beesten, die mogen alle twee wel weg. Nou, de politieauto is ook weg. Heel erg leuk. En dit nu is fijn. Verwelkomen we een hele nieuwe gast. Is Leonardo da Vinci. Eigenlijk noemen we hem da Vinci, maar goed. Ja. Oh, ik heb geen handen. Oh, zijn ze afgesneden? Vertel je verhaal, Leonardo. Ja. Oké. Laat me even alleen. Ik doe er best lang over. Een zielig verhaal. Mijn oma is dood. Doei allemaal. Dit was de dingen. Doei.